Er is commotie ontstaan in de samenleving over de Pagua-viering door verschillende showpromotors. Rajan Baldeo, ondervoorzitter van de stichtingorganisatie Hindu Media Suriname, OHM, ziet dit als losbandigheid en het commercialiseren van het religieus feest. Volgens hem betekent de viering van het Pagua-feest gelijkheid tussen de mensen en daar moet het naar terug. Er zijn een aantal zaken rondom de viering van Holi of Pagua. Die zijn in de loop der jaren een beetje van het oorspronkelijk idee afgedreven. We zien een sterke commercialisering die eigenlijk geen verband meer houdt met het oorspronkelijke feest. Wat een diep symbolische betekenis heeft binnen de Hindoe-religie en binnen de Hindustani-cultuur in Suriname. En die symbolische betekenis waarbij wij de onwrikbaarheid van Bhakt Prahlad in Vishnu Bhagwan, die onwrikbaarheid vinden we niet terug in de feesten die vol rondom het thema van zeg maar zang, dans en alcohol en andere verdovende middelen gebruik is. Dat was niet de bedoeling van, denk ik, het nationaliseren van dit feest in de jaren 70. Baldeo zegt verder dat de oorspronkelijke bedoeling van het Pagua-feest was dat de rest van de Surinaamse bevolking deelgenoot zou worden van dit mooie, symbolische, Hindustaanse religieuze uiting. Je ziet dus een verwildering, een verbastering tot een pure commerciële benadering. Dat was niet de bedoeling. Geld verdienen mag altijd, maar we moeten toch altijd een stukje moraal meenemen. Er mag gefeest worden. Wat betekent het feest? Het is een gelijkheid tussen de mensen. Het is een gelijkheid tussen de daarvoor en daarna bestaande standen. Mensen hebben de gelegenheid om elkaar op een één level te benaderen. Wat zien we gebeuren? Het wordt zeker in de jonge jaren, dan worden er veel baldadigheden uitgehaald. Op scholen worden mensen gemolesteerd. Op het plein hebben we een overmatig gebruik van alcohol, alsof dat het thema van het feest zou zijn. Maar dat is het thema van het feest niet. Rajan Baldeo, ondervoorzitter van de stichtingorganisatie Hindu Media Suriname, OHM. We spraken hem naar aanleiding van de commotie rond de viering van het Holi Pagua-feest. Het feest wordt vandaag over een week gevierd.